Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met buien over de westelijke helft van het land. In het oosten is het droog. Maar nou, Die buien die hebben een zuidwaartse verplaatsing en dat betekent dat in de loop van de dag het toch langzaamaan beter moet gaan worden. In de ochtend is het dus nog vaak nat met temperaturen die heel mager zijn. Een graad of vijf is het slechts. En vooral langs de kust staat er stevige wind. Vanmiddag in het zuiden, nog kans op een bui. In het noorden schijnt de zon vaak volop. Het wordt een graad of tien en de wind begint naar het noordoosten te draaien. In de avond is het dan op de meeste plaatsen droog en zien we die opklaringen steeds meer terrein winnen. Het is de opmaat voor een koude nacht. De komende nacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Dan gaan we naar morgen en dan zien we zeer regelmatig de zon. Het blijft droog. De temperatuur haalt met moeite de 10 graden, maar op de meeste plaatsen blijven we daar zelfs net onder. De wind neemt wel af, is matig en waait uit het noordoosten. De nacht naar donderdag is nog zo'n koude en donderdag overdag zien we dan langzaamaan wat meer wolken, maar ook nog altijd veel zon. Temperatuur weer iets hoger, 10 of 11 graden. Vrijdag wordt het zelfs 13 graden, maar dan neemt de kans op een bui wel toe. En dan gaan we naar het weekeinde, toch weer met wat wisselvallig weer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl